We zijn hier aan Gordestraat Noord. Begin hoek Oranjestraat, Gordestraat Noord. Wat gaat hier gebeuren? Ja, een complete metamorfose. Er is de bedoeling dat er volgend voorjaar zeg maar, een rigoureuze aanpak plaatsvindt waarin alle bestrating eruit gaat, de riool aangelegd wordt. Hele bijzondere bestrating terugkomt, maar ook een heleboel andere aanpassingen in de straat plaatsvinden. Nou, er zijn leuke leiachtige tegels die aangelegd worden, geveltandjes die aangelegd worden en noem maar op. De Doelenstraat, dat moet een beetje het voorbeeld worden zoals de grote straat nooit eruit moet gaan zien. Ja, een liggend voorbeeld, zegt men. Iedereen is erover eens dat dit een gezellig knus straatje is. En dat is dan ook als voorbeeld voorbeeld gediend om in de plannen zeg maar, een beetje vergelijkbaar met dit uit te werken. Nou, vooral het groen, die geveltuintjes. Geveltuintjes. Ja, dat is wel klein. Ja, dat klopt. Maar ja, als je het zo bekijkt is het toch een forse verbetering. Maar ook de bloembakken die mensen voor de ramen hebben staan, de bankjes die links en rechts voor de deur staan. Dat wordt gewoon als knus en gezellig gezien. Hè. Dat vindt men bijzonder. De smederij, dat is een nieuw appartementencomplex hier op de hoek met de Hagengracht. Wat vind je ervan, Harry? Ja, super. Mooi ingepast, past in de stijl van de straat. Lijkt mij een perfecte aanwinst voor dit gebied. Dit moet dan een beetje de uitstraling worden zoals de grote straat Noord eruit gaat zien? Ja, de bedoeling is dat dit soort complexen, kijk bijvoorbeeld naar deze locatie. Nou, dat is een locatie die al ik weet niet hoe lang leeg staat. Dan zou je een exact hetzelfde appartementencomplex kunnen realiseren. Ja. De startspoort hebben we hier ook nog. Ja, inderdaad. Een bijzonder iets. Hallo. Ik zou mooi zijn als je die nog wat kon laten begroeien bijvoorbeeld. Dan dat je een idee hebt dat je ook inderdaad door een poort heen loopt. Kun je ook aanduiden hoe dan de bestrating straks ongeveer uitgaat? Nou, de bestrating, men praat dat er weer op zich weer trottoirs komen. De ouderwetse grote straat zeg maar, weer in ere hersteld wordt. Zodat je aan weerskant van de straat gewoon een trottoir krijgt. En dan gewoon een straat er midden doorheen, een weg er midden doorheen. Dat is ook omdat er straks bewoning op de begane grond mogelijk moet zijn. Ja, dat je inderdaad uit kon staan zonder dat je direct tegen mensen aanloopt, zeg maar, of tegen verkeer aanloopt, of fietsen, scooters en dat soort dingen. De Fontein. Ja. Heeft voor aardig wat commotie gezorgd. Wat vind je van dat verhaal? Ja, blijkbaar. Ik vind het wat jammer dat een reactie gevraagd werd. Als je vraagt van voor of tegen, ja, dan krijg je meer een deel van de mensen die zeggen van ja, dat ik bijvoorbeeld blijf staan. Ja, de bedoeling is namelijk dat deze fontein verdwijnt. Er komt iets anders voor in de plaats. Komt iets heel moois, iets heel anders voor terug. Met een watergoot, met riggetjes en zo. Dus het is niet helemaal zo dat er dus niks voor terugkomt. Maar ik kan me voorstellen dat bewoners hier een stukje beleving, een stukje historie, een stukje emotie misschien bij hem. Dat ze hier met de kinderen zitten, net als wij hier nu zitten. En een lekker ijsje met de kleinkinderen gepeuzeld hebben. Ja, dat snap ik, dat dan wat verbeeldingswerk. Maar ja, mensen reageren heel snel zonder dat ze eigenlijk op de hoogte zijn zeg maar, wat eigenlijk er in de toekomst komt. Het Talamini-ijs is natuurlijk al enige tijd gesloten. Maar dit pand zit nog wel een horecabestemming op. Ja. Je zou hier ook wel een terrasje kunnen voorstellen. Ik denk dat dat ook gaat gebeuren. Ik denk dat onder andere, vroeger was hier de herberg, had hier altijd een mooi terras voor, wat ik al druk bezet, toen het allemaal niet er nog zat. Maar ik zou kunnen voorstellen dat dit straks een groter pleintje is, dat je wat meer mogelijkheden hebt. En dat denk ik dat ook de reden is, ja, dat dit eigenlijk een klein beetje bij die nieuwe ontwikkeling in de weg zit en dat die elk ruimte moet maken. Maar de kwaliteit, ja, er is volgens mij niks mis mee hoor. Het pand naast de Talamini-ijs, dat is tegenwoordig ook bestemd voor bewoning. Dat is een mooi voorbeeld van hoe de andere panden ook moeten worden. Ja, is schitterend door Smitbouwcombi is dat gerealiseerd. Ook mooi in de stijl van de overige bebouwing. Ja, zijn ze een schoolvoorbeeld hoe dat het straks in de toekomst met andere oude winkels zou moeten gebeuren.